Drieënhalf jaar geleden werd bij voormalig bondscoach Louis van Gaal prostaatkanker ontdekt, een uitdaging die hij moedig aanging. Ondanks de zware behandelingen blijft hij vol optimisme, ik ben er nog steeds en het gaat nu beter dan een paar jaar geleden. Dat geeft altijd hoop. Voor de 72-jarige van Gaal is het EK-voetbal 2024 een bijzondere ervaring, nu hij vanaf de zijlijn de prestaties van Oranje onder Ronald Koeman volgt. Slechts twee jaar geleden stond hij zelf aan het roer van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar. Zijn vertrek als bondscoach werd mede ingegeven door gezondheidsredenen en het verlangen meer tijd door te brengen met zijn geliefde. In 2020 werd bij Louis een agressieve vorm van prostaatkanker vastgesteld, wat resulteerde in intensieve bestralingbehandelingen. Hij koos er toen voor dit persoonlijke gevecht stil te houden, zelfs voor zijn spelers bij Oranje. Pas na het behalen van de halve finales onthulde hij destijds zijn strijd. Gelukkig kan Louis altijd rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw Truus, met wie hij sinds 2008 is getrouwd na een langdurige relatie die begon in de jaren negentig. Hun liefde blijft sterk en jaarlijks herdenken ze hun samenwonen met kleine rituelen, zoals een verrassing onder Truskussen. Het echtpaar geniet vooral van hun tijd samen in Portugal, omringd door vrienden, kinderen en kleinkinderen. Ondanks het moeilijke proces dat Louis omschrijft als geen mooi proces, blijven ze optimistisch. Louis sluit zelfs een terugkeer als trainer niet uit, je weet maar nooit, ik blijf altijd positief.